Superleuk dat je kijkt naar onze speciale React to All-Star-serie. In deze serie reageren oude spuiten- en slikkenpresentatoren op hun items van vroeger. In deze aflevering kijkt Nelly Banner het item terug waarin ze naar een tantra-workshop gaat. Nelly had verwacht dat dit één grote orgie zou zijn, maar niks is minder waar. Tantra draait namelijk niet alleen om seks. Door middel van oefeningen leer je met je seksuele energie te werken. En daar heb je buiten de slaapkamer ook iets aan. Oh ja, tantra. Tantra. Ja, ik dacht een lekker potje wippen. Dat was niet zo. Urenlang strelen, je chakra's openstellen en eindeloze orgasmes. Nou, dat is eigenlijk wat bij me opkomt als ik denk aan tantra. Nou ben ik best wel een beetje spiritueel en ook wel geïnteresseerd in deze oeroude Indiase filosofie. En daarom doe ik mee met een tantra-workshop voor beginners. Hallo. Fijn, je rijdt zo meteen wel gewoon lekker uit, want... Ja, heerlijk. Oh ja, iedereen staat hier met de tandenborstel. Nelly, hoi. Ja, dit was dus al heel grappig, want ik wist echt mijn god niet waar ik zou komen. En ik dacht echt dat ik in een soort van orgie terecht zou komen van allemaal neukende mensen. Maar iedereen stond daar zo tussen tanden te poetsen. Nou, ik heb mijn zendpakje aan en ben er helemaal klaar voor. Wendy, ik en vele anderen denken toch wel ja, gelijk aan seks. Ja, eerlijk. Dat gaan jullie niet doen. Nee, en de kleren blijven zelfs aan. Alles wat we vandaag doen, ook al heb je kleren aan, ook al doe je niet aan seks, kun je wel in seks gebruiken. Ik laat je kennis maken met meer gaan voelen. We zitten toch vaak hier. Oh ja, ik heb non-stop. Ik heb al mijn auto. Ja, en die zal ook niet uitgaan vandaag. Dat ga ik je wel alvast zeggen. Ja, jammer. Maar misschien dat je aan het eind van de workshop wel zoiets hebt van... Hey, wow, maar ik heb mijn lijf ook heel erg gevoeld. Hier was ik toch wel een beetje teleurgesteld dat de kleren aanbleven, geloof ik. Jammer. Heb ik een keer een seks-item en niet drugs, moeten de kleren aanblijven. Ja, alle chakra's open. Na de eerste meditatie- en ademhalingsoefeningen beginnen we met wat rustige dansbewegingen om onszelf los te maken. Veel dansen, bewegen en blikken uitwisselen. In tantra wordt gezegd de levensenergie, seksuele levensenergie, maar dan denk je misschien alweer aan geilheid. En dat hoeft het helemaal niet te zijn, maar weet je, als je helemaal stroomt, energie hebt. Dat is levensenergie. Ja. En die zit eigenlijk hier opgeslagen. En bij veel mensen blijft die hier. En alleen bij seks voelen ze hem. Ja. Maar je kan hem zeg maar helemaal totaal voelen. En dat is wel een van de dingen die in tantra helemaal open kan gaan. Ik heb ooit één keertje heb ik een soort pornofilmpje gezien waarin dus twee mensen tantra deden. En dat vond ik vet interessant, want het zag er super zwoel uit en het zag er vet lekker uit. De redactie had wel tantra voor me uitgekozen, maar toen zij zei de tantra, dacht ik wel, oh ja, dat wil ik wel ooit een keer ervaren. Omdat ik wel dacht dat een andere vorm van seksualiteit zou kunnen zijn. Ik wilde wel eens een keer weten hoe het zou zijn om zeg maar ja, dat op een andere manier te ervaren dan gewoon met z'n tweeën in bed en dan gewoon ram te tampen. De armen kun je helemaal meenemen. En dan misschien ook dat je handen op een gegeven moment even zo andere handen ontmoeten. Net geen aanraking. Bijna. Het is echt best wel lekker. Ik vind het best wel intiem om iemand zo in zijn ogen aan te kijken. Dat ik denk, oké, ik wil wel blijven kijken. Maar daarna vind ik het spannend en dan kijk ik toch maar weer weg. Ik heb het bloed heet. Ja, ik weet dat ik in die ruimte stond met al die mensen. En iedereen was echt super vrij. Gewoon vet aan het dansen en aan het bewegen en allemaal contact maken. En ik dacht, oké, ik doe wel mee, maar ik scheet echt in mijn broek hoor. Ik vond dat echt veel te intiem. Na het bijna aanraken vindt Wendy het tijd voor de volgende stap. Het echte contact. Tijd voor een 1-op-1 tantra-massage. Ik had heel erg het gevoel dat het alleen maar om geilheid draaide. En langzaam merkte ik dat het voornamelijk om contact maken met elkaar ging. En echt elkaar voelen en naar elkaar kijken en in elkaars ogen kijken. En je bent gewoon zo met elkaar verbonden op zo'n moment. Ja, dat moet je gewoon een keer ervaren. Ik weet niet. Ook al ben ik een scheiter, het is toch zo grappig wat er naar boven bij je komt. Is er iets wat je niet aangeraakt wil hebben? Nee. Oké. Okay. Ik mag alles aanraken. Dat vind ik fijn. Thank you.
je borsten aan te raken. Mag wel. Mag wel de borsten aanraken. Nee, ik durfde de borsten niet aan te raken. Wilde ik wel, een dikke Joop had ze ook. Ja. Wat gebeurt er als je zo schudt? Het is een soort energie die vrijkomt. Oké. Als het echt doorgaat, is het een soort orgastisch gevoel. Het is lekker. Ja, het is lekker. Okay. Ja. Nou. Nah. Ja. Ja. Nou, kijk, dit was het enige. Zeg maar, dan moest ik moest die vrouw dan zo aanraken en dan een beetje op haar duwen. En dan ging hij zo shocken. En toen, dat ging me gewoon, ik weet niet meer, dat voelde gewoon, en dat is heel lullig om te zeggen, maar het voelde een beetje fake. Dat ik dacht, ja hoor, ja. Door emoties op te roepen, schijn je beter in contact te komen met jezelf. En daar draait het ook om bij Tantra. En op een gegeven moment zeg ik dus go en dan ga ik naar de volgende muziek en dan gaan we in. Welke emotie? Boosheid. Vanuit bundigheid. Naar boosheid. Dacht ik echt, waar de fuck ben ik beland, jongen? Al die mensen vet agressief en mijn dingen gooien. En allemaal schreeuwgeluiden maken. Maar ik dacht, ja, ik doe maar gewoon mee. Liefde voor jezelf, dat je lef hebt om hier te zijn. Al je emoties zo uit te gooien. Dat is best wel raar, want ik huil echt nooit bij andere mensen. Kan ik gewoon niet en dat vind ik ook heel moeilijk. En hier na die boosheid, toen dacht ik al, ik ga janken. Toen moest ik eerst nog waanzin doen. Toen ging ik weer een beetje in dat hoofd en toen echt gewoon tranen. Ja, toen moest ik zo hard huilen, jongens. Zo hard huilen. En ja, toen begreep ik wel wat ze bedoelde. Gewoon dat je je emoties vast kan zetten in je lichaam en door al die oefeningen te doen. Toen begreep ik wel wat ze bedoelde met dat je de energie door je lichaam voelt. Ik moest zo hard huilen, alsof er echt een soort deurtje open werd gezet. Wat ik al die tijd op slot had gehouden of zo. En door dat schreeuwen en gek doen en ja, was het los. En ja man, er komt zoveel verdriet uit. Als ik dit ook zie, vind ik mezelf ook gewoon echt, denk, oh meisje. Maar toen pas, daar pas besefte ik inderdaad door dat huilen, dat dus ook seks en liefde en zo, dat het vet veel te maken heeft ook met energie en emotie. En ja, eigenlijk best wel mooi. En toen dacht ik, dit is wel leuk. Ja, al met al, best wel tof. Ik moet zeggen dat ik echt nog af en toe wel een poldermeid ben die denkt, waar de fuck ben ik beland? Als zo kaart gekreund wordt of als mensen van die schokbewegingen maken. Maar anderzijds, ja, dat doen we ook tijdens seks. En dan is het ook super lekker om geluid te maken en om te bewegen. Ik denk dat het best wel leuk is om gewoon een keer te doen. Ja, dat was het. Ja, leuk. Leuk ook. Leuke mensen waren het ook. En grappig dat in het begin dat ik een beetje een oordeel erover had. En dat eigenlijk die mensen gewoon misschien veel beter weten hoe, zeg maar, met elkaar seks te hebben dan ik. Ik dacht dat ik het heel goed wist.